uurtje geleden heb ik boven onze hoofd hier in de blauwe zaal bij de uitzending van Galit en Sophie al één gouden kalf uitgereikt. Namelijk, ja! Die voor het beste overal in een dramaserie. En dit gebeurde er. Het eerste gouden kalf wat hier dan vanavond wordt uitgereikt voor de beste hoofdrol in een dramaserie. En daarvoor is hier niemand minder dan Soendos El Amali! Mensen, ik mag eerst de gouden kalf mag ik uitreiken. Maar ik heb nog beter nieuws. Ik mag ze allemaal uitreiken, want ik ben de presentator. Yes. Hier aan tafel was er behoefte aan meer lichamen die niet perfect zijn. Nou, ik ben er. Your wish is my command. Maar er zijn weer drie prachtige genomineerden. Ze zitten daar. Zijn die zenuwachtig? Voor mij is dat ook ILM is natuurlijk Eva en Shaheen. Maar laten we eerst even kijken naar de genomineerden voor het Gouden Kalf. Beste hoofdrol, dramaserie. Eva Kruutse, Bodem. We moeten door. Dat is wat ze dan zeggen. We moeten door. Hoe doe je dat? Shaheen Elhams, bestseller boy. Oh ja? Wat weet jij van boeken? Ik wil dat geen enkele tere vrouwenziel wordt blootgesteld aan twee drankjes erotie. Als je echt over goede seks wil lezen, moet je dit lezen. Lenny Stork. Sla maar open, bladzijde 69. Ahlam Terhadouini, Sina. Je spat van het scherm. Jij bent gewoon de serie See Him, die drijft op jou. Eva, ja, dat is 3 jaar bezig. Het was bodem voor, bodem na. Ik hoorde ook dat je vrienden je niet te pakken konden krijgen. Je hebt het geschreven, geregisseerd. En last but not least, natuurlijk Shaheen. Jij zorgde ervoor dat iedereen van het arrogante personage Momo ging houden. Ja. Maar we gaan nu, ik ga niet meer zoveel lullen. Want ik kan niet zo lang mijn buik inhouden. We gaan naar het moment van de avond. Hij is gesield, hè? We gaan hem openmaken. Oh, wat? Ja. Oh ja! Sorry, ik was jullie vergeten! Ik ben zo gewend geraakt dat ik altijd een strijkkwartet meeneem. Of een kwartet, een heel orkest. Jullie mogen het inzetten, de tension. Even een beetje opbouwen. Oh! Iets meer! Oh. Yes! Dat ben ik jullie vergeten. Het was voor mij ook spannend. Het Gouden Kalf voor beste hoofdrol dramaserie 2023 gaat naar Eva Kruutse. Ja! Eva Kruutse, kom naar voren! Waar is je kalf? Waar is je kalf? Heb je hem niet meegenomen? Ga. Waar is haar kalf? Ik pak hier eentje. Ja. Nee, dat mag echt niet. Oh. Nee. Ik heb echt een kalf, ik heb hem echt gekregen, maar hij ligt bij de stoel ergens onderin. Nah, maar ik doe alsof dit hem is. Staan er namen op of zo? Ja, vriendin! Oh, vriendin! Ja, man! Ik ga even kijken! Nee, ga daar! Yes! Oké, ik heb 1,5 minuut. Oké, come on. Oké, ik weet dat het een prijs is voor de beste hoofdrol, maar ik zie het eigenlijk meer als een prijs voor de serie.
Aangezien ik anders ook dingen moet gaan zeggen, heel gênant, als van ik vond het zo leuk om met deze regisseurs te werken, ik voelde me zo vertrouwd. En het script was zo goed, ik hoefde niks te doen. Maar dat was ik, dus ja, ik vond het gênant. Oké, ik denk dat er nog heel veel kalven gaan volgen in mijn leven, dus ja... Dat is gewoon een voorgevoel, weet je wel, een vingerspitsen. Maar mocht dat niet zo zijn, is het toch belangrijk dat ik wat mensen ga bedanken. Dus dat ga ik nu doen. En dat is fucking saai, dus ga vooral iets voor jezelf doen. Maar hier kom ik. Ten eerste, de NPO, BNNVARA. Dank voor de monies. Maar niet alleen de monies, dank voor het vertrouwen. Ik weet dat het een unicum is en om deze... Dat het een unicum is om in deze tijd... Het is best moeilijk, ik heb het geoefend, maar toch... Om iets te maken, dat je de volledige vrijheid krijgt om iets te maken. En dat heb ik van jullie gekregen en daar ben ik jullie eeuwig dankbaar voor. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Dan in het voortraject, Jozef, mijn liefde, dankjewel. Martijn, Liewe, Ine, Lorette, Topkapi. Dank aan de cast en crew, Tim, love you, Tom, Kaat, Veerle... En in de post, Annelies, Jos, er zijn nog 1000 namen, maar daar heb ik dus geen tijd voor. Maar ik ga ze allemaal delen op mijn Insta, dus ga me vooral volgen. Dank voor jullie kunde, wijsheid, creativiteit, vertrouwen en liefde. Zonder jullie stond ik hier niet. En last but not least, ik heb het net al op Nationale TV gedaan, maar ik ga het nog een keer doen. Deze is voor Wimmy Wilhelm, mijn lieve vriendin, die een fantastische rol had in Bestseller Boy. En de erkenning nooit heeft gekregen, wat haar ook geen zak kon schelen. Maar deze is 100% voor jou. Mooi. Mooi.